Hey, vet dat je weer kijkt. Het is lekker koud vanochtend. Het is lekker fris. De velden achter mij zijn bereid. En dat zijn toch geweldige omstandigheden om er lekker op uit te gaan. Ik ben even lekker op pad bij mij in de omgeving. Op zoek naar wat reeën, misschien wat vogels, spechten hoop ik nog. We gaan er gewoon even een lekker ochtendje van maken. Als succes gehad. Achter mij een groepje van 4. Verderop een groepje van 3 reeën. Dus het begin is mooi. En die omstandigheden. Perfect voor mooie plaatjes. Let's go. Die ik tot nu toe tegengekomen ben, die zijn nog redelijk alert. Het valt me op dat ze nog best wel waakzaam zijn en er snel vandoor zijn. De echt grote groepen, de sprongen die je vaak in de winter ziet, die hebben ze ook nog niet gevormd. Maar ze beginnen elkaar wel weer wat meer op te zoeken. Dus dat betekent voor de komende maanden dat het weer heel veel kans geeft om grote groepen met reeën te zien. Dan kan je ook echt mooie aantallen halen op een ochtendje. Maar voor nu zijn ze nog alert, waakzaam en nog in kleine groepjes. Achter mij ligt een ree en die ligt daar heel verdekt in de bosrand. Het was dat ik hem zag omdat ik zijn oortjes zag. Ligt er nog steeds. Ondertussen hier zo een ree het pad overgestoken net. Om met mijn telefoon kunnen filmen. En nou dacht ik net even slim te zijn, want ik zag dat mijn camera aangaf. Joh, ik heb wat weinig accu. Ik stop er een nieuwe accu in. Die ben ik dus thuis vergeten. Dus deze vlog duurt zo lang als ik batterij in mijn camera heb. Dan weet je dat alvast. Leeg. Geen reserveaccu bij me. Dus dat was hem voor vandaag. Daar houden we het voor gezien. Het was wel echt heel mooi, want ik had hier namelijk precies vlak voordat mijn camera uitviel nog een groep van 7 reeën gevonden. En verderop nog een groepje van 3. Dus dat maakt weer 10 reeën erbij. Ja, wat dat betreft was het helemaal geslaagd. Mooie omstandigheden ook. Dus ik ben er helemaal gelukkig mee. Ga ik nu naar huis, want ja, zonder accu kan je niet filmen. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei! Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer.